Ja, daar stond Paul Nicholson toch even te kijken met zijn zonnebril. Normaal is hij de man van spectaculaire opkomsten. Die waren toch zeker een minuut of anderhalf bezig als het niet meer was. De twee Nieuw-Zeelanders. Phil Hazel en Craig Caldwell. De haka, de traditionele dans van de Maori's. Op het podium in Hamburg. Ja, want het is een wedstrijd tegen Australië. De buren tegenover elkaar. Normaal gesproken gaat Australië natuurlijk winnen, maar wie weet wat die haka allemaal losgemaakt heeft. Opdracht voor Nieuw-Zeeland is simpel, maar zeer zwaar. Winnen om door te gaan. En anders gaat Kroatië mee met het al geplaatste Australië. 91. Kroatië dat won van Nieuw-Zeeland gisteren met 5-3. De Nieuw-Zeelanders hadden wel een 3-2 voorsprong in die wedstrijd, maar pakte daarna dus geen lek meer. Nou, het was gisteren een beetje de wedstrijd tussen Marjanovic en Caldwell. Die van de beide koppels duidelijk het beste speelde. Hazel kon zich niet echt optrekken aan Caldwell. En dat kon de koppelmaat van Marjanovic, Tonči Restović, wel. En dat maakte uiteindelijk het verschil in die partij. 100. En ik zei het gisteren al en ik zeg het vandaag nog maar een keertje. Ik heb de laatste paar jaar een aantal Nieuw-Zeelanders gezien op het PDC-WK. Dat niveau was over het algemeen niet al te best. Maar deze Caldwell, die stond toch aardig te gooien. Dit is Philip Hazel. En met name de andere man, let daarop. 18. Australia requires 65. Ja, de haka was mooi. Maar Australië heeft meteen de break te pakken. Hij begint dus ook aan de tweede leg. 100. Nou, koppelspelen is een combinatie van talent, chemie en teamverband. En ik denk als je die drie dingen optelt bij elkaar, dat Australië absoluut een van de topfavorieten is. Met name 60. De chemie tussen beide spelers en het team zoals Australië speelt is heel erg sterk. Veel sterker dan de meeste andere teams. 60. Dat hebben ze de afgelopen jaren natuurlijk ook wel bewezen. Vorig jaar de finale gehaald. Het jaar daarvoor, of althans de editie daarvoor, de halve finale. En dit jaar zou het zomaar kunnen zijn dat het Nederlandse duo deze Australiërs in de halve finale ook tegen gaat komen. Als alles gaat zoals het volgens de seedings zou moeten gaan. En dat kan nog wel eens een aardige strijd worden. Maar de Australiërs zullen eerst op de Belgen stuiten vanavond. Althans, we gaan er even voor het gemak vanuit dat Australië deze pool gaat winnen. We moeten ze eerst nog wel twee legs winnen.
Triple 18 nog voor Nicholson. Dan had hij dubbel 8 overgelaten. Zit er net naast. Zometeen komt Whitlock terug. 100. Australia requires 67. Mocht hij die 67 niet wegpoetsen, dan komt Caldwell voor 100. Maar de triple heeft hij al gehoord. En de dubbel ook. Dit is toch wel een van de sterke punten ook van Whitlock. Zonder mankeren zo'n finish gooien. En daar van je hart ook op geen enkele manier een moordkuil maken. Ja, je ziet bij Whitlock, die blijft groeien. We volgen hem natuurlijk nu al een flink aantal jaren. Vorig jaar eindelijk zijn eerste individuele grote titel te pakken. Het European Championship. En ik denk dat hij er in 2013 nog een titel aan vast gaat plakken. Als er niet meer zijn. Ja. Je ziet het vaak bij spelers die helemaal gewend zijn te winnen, dat ze meer winnen. Ja, ik ben, ja, zelf ben ik altijd heel, of vaak in ieder geval, heel erg onder de indruk van de manier waarop hij gooit. Van zijn hele verschijning, van zijn rust, van zijn kalmte, zijn stabiliteit die hij uitstraalt. En zijn timmermans oog. 57. En dan denk je van, het kan toch niet anders op deze man. Die moet nog een aardig aantal grote toernooien gaan winnen. Ja, en hij is een van de weinige toppers die er rondlopen, die je echt nooit hoort klagen bijna. Hij vindt het leuk om te spelen. Hij wil alles spelen, hij wil ieder weekend spelen, hij wil veel trainen. Het is hem eigenlijk nooit te veel. Hij is bijna teleurgesteld als hij op vakantie moet. Het is ook niet de man van de spectaculaire interviews. Nee, dat ook weer niet. Spraakmakende uitspraken. Moet het ook liever niet over anderen hebben. Nauwelijks over zichzelf. Geeft korte, beleefde antwoorden. Niet om onaardig te zijn, maar zo is hij gewoon. En heeft een prachtig Australisch accent. New Zealand require 101. Russ Bray moet er ook even over nadenken. Ja, je verwacht hem niet naar de triple 12 namelijk. Dat is... Als je er op 62 staat, dan denk je, hij gaat op triple 10 of triple 14. Die combinatie zit er dus in je hoofd. Ook de enkele zit er nog in je hoofd. En dan ineens hoor je ploppen ergens. En dan moet je kijken waar die zit. Dan zit hij ook nog in de triple 12. Even de weg kwijt. Misschien is dubbel 13 de favoriet dubbel van Craig Caldwell. Wie zal het zeggen? Kijk eens. Ja. In ieder geval heeft Nieuw-Zeeland een leg binnen nu. En begint Paul Nicholson niet al te best aan de vierde leg. Nee, de Australiërs hebben er dus voor gekozen. Maar dat is een keuze dat Nicholson alle legs begint. Ja, daar zullen ze ongetwijfeld over nagedacht hebben. Gisteren was dat niet zo, meen ik, met de... Ja, oh. Gisteren ook. Oh. Ja. Het moet iedere leg dezelfde speler zijn. Verder is de keuze aan de team zelf. Maar dat zou kunnen betekenen dat ze misschien denken dat Nicholson ook meer de man voor het afmaken is. Want jij vertelde gisteren nog van, ja, gemiddeld gaat het zo in 15 darts. En dan krijg je dus dezelfde man aan het eind als die aan het begin gestaan heeft. Ja, ja, of misschien is Nicholson wel een betere openingsspeler. Vindt hij dat heel fijn om altijd de legs te beginnen? En misschien hebben de beide spelers ook wel er helemaal niet over nagedacht. Een muntje opgegooid en is kop geworden en Nicholson had kop. Ja, dat is misschien ook wel de stijl van deze Simon Whitlock. Die maakt het allemaal niet zoveel uit. Die hecht niet aan tradities. Met hetzelfde gemak gooit hij binnen één wedstrijd met verschillende gewichten pijlen ook. Ja. Maar eens een beetje experimenteren. Oh, dit loopt wel lekker. Nou, dan gaan we dat doen.
Ja, het loopt toch niet zo lekker, gaan we weer terug. Ja, nou, nu zie je ook dat hij van dit toernooi gooit hij weer met metalen shafts in plaats van met nylon shafts. Dan denkt hij van, nou, dit staat wel lekker in het bord. Laten we dat eens proberen. Maar één ding is hij wel vrij consistent in, dat is het spelen met Paul Nicholson. Ja, er zit ook niet echt iets vlak achter. Ik denk dat ze volgend jaar alweer samen spelen. Die weddenschap kunnen we in principe wel aangaan. Dat materiaal wisselt hij niet zo gauw. 100. Australia require 130. Nou, er zijn niet zo heel veel teams hoor, die de drie edities dat er gespeeld is nu, de World Cup, ook alle drie de edities met hetzelfde koppel hebben gespeeld. Nu wel naar de 12 en naar Bullseye. 50 cent. Shiny, you require 40. Game Sean the fourth flag. Australia, good play. New Zealand the first pass. Game on. Australië leidt met 3-1. En moest Australië niet drie legs winnen om. Hoe zat het ook alweer? 16. De drie gewonnen legs van Australië. Zorg ervoor dat zij in ieder geval eerst in de pool zijn. Precies, dat was het. En dat zij tegen België gaan spelen. Vanavond bij de laatste 16. 125. Nou, vanavond verwacht ik wel spektakel hoor. Dan wordt het toch allemaal wat spannender. Want dan betekent verliezen gewoon exit. En dan is het nog steeds maar 9 legs. En dat is dan niet heel lang. Ja, dat is geen finish over voor Nieuw-Zeeland. 6 darts voor 170 dus voor de mannen uit Down Under. Timmert er in ieder geval nog een triple 18 in. Dat geldt weer voor Nicholson zo dadelijk. Kansje voor Caldwell, kansje voor Nieuw-Zeeland. De triple is gegooid. Oeh, en dan is het 15. Dat is al zonde, hè? 75. Australia require 18. 1-4 voor Whitlock. 14. Ook de Australiërs kunnen missen. Australia require 14. Maar dan moet Hazel deze nu er terecht gaan ingooien. En dat is Phil Hazel. New Zealand. Six leg is Australia at the throw first. Game on. En het is 3-2 in het voordeel van de Australiërs nog. Met deze burenruzie tussen aanhalingstekens. 140.
Ja, deze Philip Hazel speelde in 2010 nog eens een keertje op het PDC WK. In de voorronde was dat. Hij kwam ook niet verder dan die voorronde, want hij verloor van Osman Kijamet. In één keertje, maar dan moeten we nog wat verder terug in de tijd. In 2009 plaatste hij zich ook voor de Las Vegas Desert Classic. Toen verloor hij daar in de eerste ronde van James Wade met 6-3. Bullseye, triple 13 en dubbel 16. Dat is de bedoeling van Whitlock. En dat is ook wat hij gooit. En dat is een mooie. En dat is 4-2 voor Australië. En dat is Nieuw-Zeeland op de rand van de uitschakeling. En dan gaat in deze groep G in ieder geval alles volgens planning. Australië als derde geplaatst door als groepswinnaar. Kroatië uit pot 2 gaat mee. En de ploeg uit pot 3 is zo dadelijk klaar met de PDC World Cup 2013. En u hoort het, deze man is mateloos populair in Duitsland. Het heeft natuurlijk alles te maken met de relatie die hij heeft met Stephanie Luc. Ja, ook, maar ook omdat hij altijd op die toernooien in Duitsland speelt. En daar komt over het algemeen redelijk ver. Hij heeft ook veel tijd om toch weer met de fans ook even op de foto te gaan, een handtekeningetje uit te delen. Het helpt wel. Maar uiteraard, het feit dat hij een Duitse vriendin heeft, werkt zeker niet tegen. Ook Paul Nicholson heeft zijn aanhang in Hamburg. De wedstrijd, triple 18 en dubbel 16. En daar is de wedstrijd, daar is de winst voor Australië. 5-2 op Nieuw-Zeeland. We gaan Phil Hazel en Craig Caldwell en ook de Hakka helaas niet meer terugzien.